Spinnen? Wat, er zijn er twee? Er zijn twee murderers? Wat? Welkom bij een nieuwe video. Ik heb er zin in. Het is weekend en wij gaan lekker knallen. Nee, we gaan niet knallen. We spelen Murder Mystery. En ik ben onschuldig vandaag. Ik ben altijd onschuldig. Waarom verdenken jullie mij? Ik ben onschuldig. En ik ga meteen een lekkere minigame spelen, jongens. Dit wordt de highscore van de dag. Oh, oh. Oh, oh, hij gaat net al spelen. Ik heb eerst 1 goud nodig. Dit is echt alsof je op de grond kijkt op zoek naar 1 euro. Ik wil 1 euro. Ja, ik heb 1 euro. Jee, dan kan ik eindelijk in de spelmachine. Aight. Kijk, ik ga deze doen. Oh nee, hij zit erin. Yo, ik wil dit spelen, vriend. Ah, hij is echt super slecht. Oké. Ik ga dit doen. Ik ga zijn score verbreken. 15 punten heeft iemand al scoren. Wat? Hoe moet ik het... gaan verbreken. Oh, wordt hij... Oh, hij was het. Hij is het. Met een Turkije shirt aan. Nee. Dan kan ik niet rustig mijn spel gaan spelen. Ik heb maar 1 doel in de game van vandaag. En dat is rustig een spelletje spelen, oké? Oh, ziet hij mij? Oh, hij ziet me. Rennen, Wouter. Rennen. Oké, hij let niet meer op. Ik heb 7 gold. Ik ben zo dicht bij hem in de buurt. Yo, oké, ik heb 8 gold. 9 gold. Nog 1 goldstukje. En dan kan ik die man neerschieten. Kom op, jongens. Dit kan ik. Yes. Daar is hij. Oh, hij heeft me gezien. Oh, en hij miste. Oh, en ik miste ook. Nee. Oh, hier is de ding. Ik heb hem. Dan komt hij hier langs. Ga aan de kant. En ik schiet. En ik heb hem. Yes. Lekker begin van de dag hoor, mensen. Heerlijk. Yo, ik zit hier op een nieuwe map. De Ancient Tomb. En die ken ik helemaal niet. Wat vet, jongen. Er zijn nieuwe mappen. OMG. Oh, dit vind ik leuk. Want ik moet zeggen, ik was ook wel een beetje toe aan nieuwe dingetjes hier. Yo. Click to gift. Pull the lever to pray. What? Wat is dit allemaal? Wat zijn we hier allemaal aan het doen, jongens? Volgens mij kent niemand deze map. Iedereen zit hier zo van, what the heck? Wat is dit allemaal? Wat is dit? Oké, ik hoorde iemand neergaan. Ik zoek de boog. Maar yo, deze map, die is dope. We gaan even de map ontdekken, jongens. Met z'n allen. Gaan wij de map ontdekken. Oh, ik schrok. Ik hoorde het geluid en ik zag opeens iemand. Laat mij niet zo schrikken, oké? Oh, daar ligt hij. Sowieso is hij het. Niet? Hij is het niet. Is zij het dan? Ja, zij is het. Ja, ze is het. Bam! Oh, en ik heb weer de murderer. Yes. Oh, wat lekker. Maar ik had nog meer van deze map willen zien. Shit. Oh, ik ga te lekker, jongens. We zitten weer in de nieuwe map en ik ben weer onschuldig. Ik wil niet onschuldig zijn, maar ik ga nu wel echt even op onderzoek uit. Want ik zag dat je naar boven kon, wat ik zo net ook deed. En ik ben benieuwd wat er nog meer allemaal is. Yo, iedereen lijkt echt, hè? Hypixel, man. Echt lekker server, vriend. Oh my god. Yo, je hebt hier een heel leger aan mensen. Kijk, ik ga hier gewoon tussen staan. Niemand heeft het door. Haha, ik lijk op ze. Haha. Even, huh? Er stond hier toch eentje? Of ben ik nou echt helemaal schil geworden? Oh, als je erop staat, gaat hij weg. Oh. Oh, je kan ze wegslaan. Oh. Oké, ik dacht al, hoe kan het nou? Ik kon zweren dat ik gewoon op zo'n dude stond. Maar blijkbaar dus niet. Oh, dat is hem. Jullie zien hem daar. Met de groene hanenkam. Hij is hier. Oh my god, hij gaat zoveel mensen pakken hier. Oh my god. Schiet op hem. Ja, lekker hoor. Oh, dat duurde echt veel te lang. Ai. Nu spelen we weer op de map Hollywood. En ja, deze map is ook redelijk nieuw. Wow, zie je hem vliegen? Way. Ja, ik heb hem niet heel veel gespeeld. Maar ik weet op zich wel een beetje hoe die in elkaar steekt. Ik moet zeggen, ze zijn wel leuk en creatief met de mappen. Dus dat is op zich wel lachen om te zien.
Nu moet ik alleen zorgen dat ik gewoon lekker veel goud verzamel. En even naar boog score. En weet je wat er daarna komt? Nee, dat zie je vanzelf wel in de video. Woe, spring. Kan ik vanaf hier springen? Dat is wel een verre sprong. Misschien daarop? Ah! Nee, oké, ik red het niet. Oh nee, ik moet niezen. Ik moet niezen. Oh nee. Oh. Wat? Oh, dabben en niet. Oeh, yeah. Dat is helemaal hip in 2016, jongens. De dabnies. De dies. Dies. Ja, klinkt nog best cool. Dat klinkt nog best cool. Hupsakee, pak maar lekker een stukje goud. Nog een stukje goud. Twee stukjes goud, yo. It's my lucky day. Vijf stukjes goud. We zijn op de helft van één schot met een boog. Eigenlijk is het best wel raar dat je maar één schot hebt. Dat is toch wel zwaar. Waarom volgt iedereen mij? Yo, what's up? Yo, ja, laten we allemaal hier gaan staan. Yo, 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 what's up, what's up? Yo, yo, yo. Yo, yo, cool. ja, ik ben niet anoniem, dus mensen weten dat ik hier ben en speel. Dus ja, dan heb je dat mensen je een beetje gaan volgen. Zo werkt dat, hè. Zo werkt dat. Echt, als ik de killer was, had ik ze al lang kunnen pakken, omdat ze gewoon achter me staan. Oeh, wacht even. Waar is die persoon heen? Ik hoorde echt net iemand neergaan. En toen was de persoon naast me was opeens weg. Hallo. Je gaat toch niet iets vervelend doen met mij, hè? Met je mooie... Ah! Met je mooie roze pakje. Je mooie roze pakje. Je mooie roze pakje. Hupsakee. Vuurwerk! Niet op mij schieten, hè? Dat is hartstikke gevaarlijk. Dat is dangerous. Dangerous. Oeh. Nog één stukje gold, jongens. Waar is nou het laatste stukje gold? Gun een broeder. Ik zie nergens een stukje goud. Ik zag daar één op de benedenverdieping. Oh, hier is er ook een. Yes! We kunnen onszelf verdedigen. Maar de moordenaar is niet echt iets aan het doen. Valt me op. Ik bedoel, er zijn nog 12 mensen levend. En volgens mij zijn er gewoon mensen geliefd. Oh nee, er is wel iemand neergehaald. Oké. Ben jij? Ben jij een slecht persoon? Ja, volgens mij zag ik een zwaard. Volgens mij zag ik een zwaard. Ik weet het niet zeker. Ik denk dat hij het is. Ik weet het vrijwel zeker. We gaan hem gewoon volgen. Ta-ta-da-da. We gaan op onderzoek uit. Oh. Waar gaat hij heen? Je hebt nog maar 1,5 minuut. Yo, yo. Oh, hij heeft een gun. Misschien schoot hij daarmee. Ik vertrouw die persoon niet. Ik vertrouw hem of haar niet. Ik vertrouw hem of haar niet. Wie is het nou? Persoon die het is, ga iets doen of zo. FCU. Of moet ik ook een gun gaan kopen? Een toy gun. Nou ja, zeg. Wat is dit nou? Niemand die doet iets. Volgens mij snapt iemand het spel niet helemaal. Ik pak een toy gun. Hupsakee. Ik ga zelf mensen neerschieten. Kom hier. Pauw. Pauw. Pew. Tjaka. Ik schiet je neer. Ik schiet je neer. Oké. Nou ja, ik weet niet wie het is, want niemand doet iets. Dus ja. Dat is een beetje raar. Wat moet ik nou doen? Wat wil je... You win. Oké, nou, hey, wow, beste potje. Hey. Soms verbaas ik me echt over hoe slecht mensen kunnen spelen. Maar ja, ik hoop zelf nog even murderer te worden dit potje. Dan kan ik laten zien hoe het nou echt moet. En goud. Oh, ik wilde het goud. Ik ga nu wel kijken wat nou de opoffering hier doet. Want je moet dus... Oh, wow. Je moet dus wat dingen geven. Oké, we zien het is die dude van Halo. Of in ieder geval met de camouflage iets. Yo. Hij gaat echt helemaal hamburger. Hij gaat helemaal hamburger. Oké, nou ja. Ik weet in ieder geval wie het is. Het is de gecamoufleerde dude. En nu is het kwestie van goud verzamelen. Terwijl je achterna wordt gezeten door een of andere gekke gast met een zwaard. Maar moet jij gewoon rustig even wat goud gaan verzamelen. Want ja, dat is wat je dan doet. Hè? Heel logisch. Oh, hier kan je naar beneden blijkbaar. Ik ken deze map dus nog niet. We gaan even gewoon deze kant op. Oeh, detective is neer. Oh, ik zie hem. Ik zie hem. Tenminste, ik zag hem. Waar ligt de boog? Waar is de boog? Oh, die heeft zij nu opgepakt. Oké. Ik ga gewoon volgen waar ze zijn en dan ga ik die boog pakken.
Oh, shizzles. Ze zijn naar beneden gegaan. Ze zijn naar beneden gegaan. Oh, en we hebben gewonnen. Yay. Oeh, nu is het tijd aan mij om te laten zien wat ik kan doen. We zitten op de cruise ship. En ik moet zeggen... Oh ja, nee, ik wilde zeggen dat ik deze niet kende. Maar ik ken deze wel, deze map. Is ook een tamelijk nieuwe. Hey Elmo. Of is dat Elmo? Ik weet niet meer. Ik heb te lang geen Sesamstraat weer gekeken, jongens. Excuse moi. Ik ben DJ Killer. Kan ik muziek aanzetten? Nee? Oh yeah! Zijn jullie klaar voor om aangepakt te worden? Yeah! Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Oh, wow, 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 wow. Er zit iemand achter je. Tudu, tudu. Hey, gaan we lekker samen in het zwembad. Haha! Oh, niemand weet wat hier in het zwembad is gebeurd. Pam! Pam, jongen! Pam, pam! Oké, we gaan eens kijken. Oh, dit is deze map. Ah, ik was helemaal vergeten dat je hieronder heen kon. Even kijken, we gaan gewoon hier langs de zijkant. Ik zie daar iemand spelen met muziek. Zullen we gewoon wat mensen pakken? Laten we wat mensen gaan pakken. Oh, wow, wow, de lek! Yo! Hallo! Hallo! Oh, hem kan ik niet pakken. Wat? Huh? Er schoot niemand op mij! Wat de heck gebeurde hier? Mag je niet iemand slaan die in een minigame zit? Wat is... Wat gebeurde daar? Ik sloeg hem en ik ging daardoor dood. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Wat de heck? Ik dacht juist van, yo, we gaan super lekker. Pak iedereen, jongen. En dan opeens, bam. De logica. Nou, blijkbaar... Hè? Ik snap er helemaal niets van. Ik hoorde ook niemand die op mij schoot of zo. Er was gewoon niets. Er was helemaal niets aan de hand. Oh, ik had juist zo'n zin in zo'n lekker potje. Man. Dat was echt zuur, hé. Dat was echt zuur. Oh, nou oké. Dan moeten we deze goed afsluiten. Dan moeten wij dat doen. Voor jullie. Voor jullie, de kijkers. Oké, kom op. Oh, detective is neer. Yo, dat klinkt echt allemaal zo dichtbij. Waar is de detective? Oh, hè? Hoor ik nou hier mensen? Oh, daar is hij. Oké, het is de geheime agent. Het is de geheime agent. Wee, wee. Alarm, alarm, geheime agent. Maar waar is de boog? Is de boog nog steeds? Die ligt ergens. Die ligt hier. Hè? Huh? Of is het beneden? Waar ligt de boog? Oh nee, hij ligt boven. Wat? Ben ik nou zo blind? Wat is hier aan de hand? Waar? De boog ligt daar. Oh, hij ligt daarboven. Oké, ik ga erheen. Ik ga de boog halen. Op naar de boog. Hoe kom ik daar ook alweer? Ik weet het niet meer. Hier omhoog? Oh ja, 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 hier omhoog. Kijk, niemand kent gewoon deze map. Heerlijk. Heerlijk, dus ik ga erheen. Nee, Elmo! Freaking Sesamstraat! Man! Oh nee, daar is hij. Daar is hij. Ik zie de man. De geheime agent. Wegwezen hier. Wegwezen. Ik pak wel snel mijn goudjes. Ik hoef nog maar één goud. Dan heb ik één schot. Eén kans. En die vind ik hier. Dit is mijn kans. Oh, dat is hem. Dat is hem. En ik schiet. Oh, en ik mis. Oh, hij is het. What the heck? Ik dacht dat de geheime agent was. Wow. Oké, dat was even een... Oké, ja, die zag ik niet aankomen. Huh? Spinnen? Wat, er zijn er twee? Er zijn twee murderers? Wat? Huh? Hoe de heck? Oké, er moet hier iets in deze map zijn dat je iets kan halen. Want ik snap er helemaal niets meer van. What the heck? Dit is echt heel weird. Hoe weet je dan wie is? Of is iemand gewoon ook de murderer geworden? Kijk, hij heeft een zwaard. Dat weet ik. Wat? Een player killed you! Elmo!
Ga terug naar Sesamstraat, vriend! Nee! Oh, wow, 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 wow. Jongens, jongens, jongens. Dit is allemaal zo pijnlijk wat er gebeurt. Ik weet even niet zo goed wat ik hier aan moet. Ik snap ook niet wat er hier gebeurd is. Want iemand heeft dus een zwaard gekregen. Ik denk dat dat kwam doordat je dus betaalt aan deze dude of zo. Dan kan je misschien iets krijgen. Ik weet niet hoe het werkt. Maar ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. Of je dan echt een murderer wordt. Of alleen het zwaard krijgt. Misschien weten jullie het wel. Laat het even weten in de comments hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd. Smash dat duimpje omhoog als jij een baas bent. Vergeet niet te abonneren. Elke dag om 5 uur een nieuwe video. Zie ik je morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.